Hallo, mijn naam is Job van der Bijl en vandaag gaan we weer lekker koken. Normaal doen we een recept uit de Indische keuken of de Indonesische keuken. Maar af en toe is het ook lekker om bij de buren te gaan eten. Dus vandaag gaan we naar het Chinees-Indische restaurant. En dan echt wel het meest populaire gerecht gaan we maken, babi pangang. Zoals de afhaal Chinezen maakt. Chinees-Indisch restaurant. Het enige Indische wat hieraan is, is de naam. Babi pangang, dat is het Indische woord, Indonesische woord voor geroosterd varkensvlees. Babi is varken, pangang is geroosterd. Nou, het is wel varkensvlees, we gaan het niet roosteren. We gaan het klaarmaken zoals het afhaal Chinees dat recept speciaal voor de Nederlanders heeft ontwikkeld. En ja, eigenlijk het meest populaire gerecht is. En ik krijg ook heel veel verzoeken om het te maken. Dus vandaar dat we voor één keertje eventjes naar de afhaal Chinees gaan. Met dit hele leuke recept, babi pangang. Het vlees wat we hiervoor gebruiken is varkensnek, oftewel procureur. Dat is in de supermarkt eigenlijk niet te krijgen. Ik haal het meestal bij de groothandel. Je kunt het eventueel ook bij de slager halen. Maar in principe is dit hetzelfde vlees als schouderkarbonade, alleen dan zonder bot. Dus mocht je het met schouderkarbonade willen maken, dat kan eventueel ook. Alleen je krijgt niet helemaal hetzelfde effect, want de schouderkarbonade uit de supermarkt is veel te dun gesneden. En het effect wat je wilt krijgen is dat die van binnen zacht en gaar is en van buiten krokant. We gaan hem nu eerst zacht en gaar koken en dan later gaan we hem frituren, waardoor je dat krokante korstje krijgt. En met schouderkarbonade lukt dat niet helemaal zo. De smaak is wel goed, alleen de textuur niet zo. Goed, ik heb hier een pan met heet water. Daar gaan we zo in gaar koken. Dan gaan we de volgende dingen aan toevoegen: 100 gram witte suiker, sterrenanijs, 3 stuks. Dat geeft die typische Chinese smaak eraan. Ik doe er ook een paar zwarte peperkorrels bij. En dan gaan we de volgende dingen toevoegen. En dit zijn dingen die kun je eigenlijk alleen maar kopen in de Chinese of de Aziatische toko's. Maar goed, als je echt een Chinees recept wil maken, dan kun je niet altijd terecht in de supermarkt. En dan moet je naar een Aziatische winkel. 50 milliliter lichte sojasaus, light soy sauce heet dat. 50 milliliter. Dan Chinese rijstwijn, Shaoxing, denk ik dat je het uitspreekt, maar dat weet ik niet zeker. Ook 50 milliliter. En dan heb je, dat is ook Chinees, behalve de light soy sauce heb je ook de dark, oftewel de donkere soy sauce, die is wat dikker en zoeter. En die moet er ook in, 2 eetlepels. Dan doen we er 2 eetlepels zout in. En fettuccine, oftewel mononatriumglutamaat, E621 smaakversterker, een klein half eetlepeltje. Dit is natuurlijk een heel controversieel product en heel veel mensen denken dat ze allergisch voor zijn, maar de Chinees gebruikt het heel veel. Dus als je het echt wil maken zoals de Chinees het maakt, dan moet je dat erin doen. Maar voel je vrij om het niet te gebruiken als je er echt op tegen bent. Maar ik heb er geen problemen mee. Mits met mate gebruikt, dat geldt ook voor zout. Sommige mensen denken dat het veel zout is, maar het vlees moet een beetje zoutig zijn. En het meeste giet je straks toch gewoon af. Nou, die procureur die ik heb, die varkensnek, die zijn normaal zo'n gemiddeld zo'n 2,5 kilo zwaar. Dat past niet in mijn pannetje. Ik heb hier een stuk van ongeveer 1,5 kilo. En die gaan we nu in de pan doen. Het is de bedoeling dat hij onder water staat. En om gaar en zacht te krijgen, moet hij nu echt minimaal 1,5 uur zachtjes sidderen. Dus ik breng hem aan de kook. Straks ga ik nog even het schuim wat bovenop komt eraf scheppen.
En dan laat ik hem 1,5 uur heel zachtjes sudderen tot hij helemaal super gaar en mals is. En, daarna, en in de tussentijd gaan we de saus maken. Dus ik doe het deksel erop. En dan gaan we verder met de volgende stap. Ik begin met een rode ui. Ik ga even wat ingrediënten in de blender pureren. We beginnen met een rode ui. Rode ui. En 5 tenen knoflook. Even pellen. 5 tenen knoflook, een rode ui, bleekselderij, heb ik ongeveer een halve stengel nodig. Spoelen we natuurlijk allemaal eventjes netjes af. Knoflook kan er zo in. Ui even een paar in grove stukken snijden. Selderij ook. Dan een stukje gember van ongeveer 100 gram. Die ga ik eerst even schillen. Zo'n dun schilletje gaat heel makkelijk. Gember geschild, even goed afspoelen. Even een klein beetje wat fijner snijden. Anders krijgt de blender het heel moeilijk. Een beetje hard spul. En dan heb ik het sap nodig van 1/2 citroen. Een halve citroen ga ik even uitknijpen. Maar er zitten allemaal pitjes in, die wil ik er niet in. Dus ik doe dat even boven een zeefje. Dat. Dan vervolgens ananassap. Het moet een beetje een lekkere, fruitige, zoetzure saus worden. 100 milliliter. Die erin. Dan stemgember. Doe ik 4 bolletjes. Plus nog een beetje van die siroop, van dat sap. En dan voor de pittigheid een beetje sambal oelek. Ik doe 1 eetlepel. Hou je niet van pittig, kan je wat minder doen. Hou je van wat pittiger, doe er gewoon wat meer bij. En dan kunnen we nu gaan blenderen. Komt de herrie. Een mooie gladde saus. En die gaan we zo even opbakken. Dan gaan we nu het geblenderde sausje gaan we even bakken. Even in een hapjespan of een wok kan ook. Ik heb hier 50 gram boter in gedaan. Doe er een scheutje zonnebloemolie bij. Hopsa, niet te kinderachtig. En dan gaat het even bakken. Het vlees is ook lekker bezig. Die besluit boven te komen drijven, maar dat gaat helemaal goed. De boter is nu heet. Doen we dit erin. Nou, dit komt er zo in. Ik doe hier, er staat ook een maatindeling op. Ik doe er even 1 liter water in, want straks als dit gebakken is, dan ga ik hem blussen met 1 liter water. Dus dan heb ik gelijk dit spul meegepakt. Nou, dit gaan we dan minimaal 5 à 10 minuten eventjes even aan de kook. Het is meer koken dan bakken, maar hij zal wel wat inkoken dadelijk. Dus zeker 5 à 10 minuten gaan we even de tijd voor nemen. Gaan we dit zo bakken. Nou, we zijn nu 10 minuten verder. Hij is lekker ingedikt. Heel veel vocht is nu verdampt. De olie komt boven, dus hij is nu echt wel wat aan het bakken. Dat mag natuurlijk niet verbranden. We hebben nu een lekkere, dikke, geurige, gare puree gekregen. De volgende stap is dat we er 2 eetlepels bloem, gewoon tarwebloem, bij doen. Dat gaan we ook nog even 1 minuutje mee bakken. Even goed erheen mengen en 1 minuutje mee bakken. Goed, hij heeft nu even 1 minuutje gebakken met de bloem. En nu gaan we er water bij doen. Even met een beetje. Het vuur ook gelijk wat hoger weer. Alle klontjes eruit proberen te drukken.
beetje water erbij. Nog een beetje, ik ga eventjes met een garde, dan krijg je wat makkelijker even die klontjes opgelost. We gaan het even aan de kook brengen, dus het gas dat staat nu weer volop aan. Alle klontjes eruit. Een aardig geval. En dan kan de rest van het water erbij. Ga dat even rustig aan de kook brengen. Nou, de saus die begint aardig op te warmen. Bijna aan de kook. Maar je ziet, hij is nog lang niet op kleur en zeker niet op smaak. Dus we gaan de volgende ingrediënten vast toevoegen. 200 gram suiker. Het klinkt veel, maar ja, het is natuurlijk een hele zoete saus. Je hoeft niet in één keer op te eten natuurlijk, hè. Wat over is, dat kun je natuurlijk ook makkelijk invriezen. Nou, we missen natuurlijk de rode kleur. Die komt van de tomatenpuree. Gebruiken we een groot blikje van 140 gram. Dat is er geheel in. Zout, 1 eetlepel. Fetsin, mononatiumglutamaat. We hadden het al over gehad. Niet iedereen is ervoor. Maar de Chinees doet het. En vandaag koken we als de Chinees. Dus doen wij het ook. Nou, zo al roerende gaat die tomatenpuree wel oplossen. En wat er ook nog bij moet, azijn. En dan gebruiken we gewoon de gele natuurazijn. 150 milliliter. Meten we even af. En gaan we dat even aan de kook brengen. Je ziet, hij is nog aan de dunne kant. We gaan hem straks nog verdikken met aardappelzetmeel. Het wordt inderdaad een hele ruime hoeveelheid. Maar goed, omdat het ook zoveel werk is, is het wel handig om een grote voorraad ineens te maken en dan in porties in te vriezen. Want dat kan je heel goed invriezen, blijft ook heel lang goed. En je hoeft het niet alleen voor de babi pangang te gebruiken, hè. Je kan hem ook als dipsausje gebruiken voor lumpia's of met andere gerechten, met kip of iets. Eigenlijk is het best wel een veelzijdig sausje, waar je heel veel kanten mee uit kan. Kijk, nou krijgt hij al een beetje de goede kleur, hè. Nou, de saus kookt nu bijna. Nu gaan we eventjes een klein papje maken met aardappelzetmeel. Ik doe 4 eetlepels. Even wat zachter. Ik begin nu al te koken. Ik doe even wat koud water bij. En dat los je eventjes op. Tot er geen klontjes meer in zitten. Het werkt eigenlijk net een beetje als maizena. Mocht je niet aan aardappelzetmeel kunnen komen, maar goed, je kunt het in alle supermarkten kopen, kun je eventueel ook maizena gebruiken. Kijk, en dat gieten we er zo in, terwijl dit gaat koken. Ik doe nog niet alles erin, want misschien is het te veel. En als we de goede dikte hebben bereikt, dan kunnen we het zo laten en anders kunnen we altijd nog even wat bijgieten. En je ziet, hij begint al gelijk te verdikken, dus het is de bedoeling dat je nu goed blijft roeren. Het is ook een beetje een kwestie van smaken. Hoe dik wil je saus hebben? Kijk, wat een lekkere lobbige saus. Ik denk dat ik hem zo laat. Ik vind het mooi zo. Ik heb er nog een beetje over. Maar goed, je mag hem zo dik maken als je zelf wilt. Het is echt een kwestie van smaak. Laten we nog eventjes doorkoken dat die aardappelzetmeel goed gaar is. Dat hoeft niet heel lang. Gewoon even een minuutje. En dan is dat goed. Nou, het vlees is ook eigenlijk al bijna klaar. Is nu ook al ruim anderhalf uur, bijna twee uur aan het garen. Dus die ga ik er straks ook uithalen. Nou, als deze is klaar, dan zet ik die uit. En zodra we klaar zijn om het vlees te gaan serveren, warmen we gewoon nog eventjes op. En tot die tijd. Niks.
Het vlees heeft nu 2 uur opgestaan. Dan gaan we het eruit halen. Ik kan het even afkoelen. Voordat we verder gaan met de volgende ronde. Kijk eens, goed gaar. Even een beetje uitdruipen. En voordat we verder gaan is het belangrijk dat hij even afkoelt. Kijk eens, dat is toch een prachtig stuk vlees wat heerlijk ruikt naar de Chinees. Kijk, hier ligt het stuk vlees. Hij is een klein beetje afgekoeld. Eigenlijk is het vrij belangrijk dat hij goed afkoelt, want dan wordt het vlees wat steviger. Maar goed, we hebben niet zo heel veel tijd natuurlijk. Dan gaan we de plakken van snijden. Ja, de eerste. Ik snij eerst even een kontje af. Kijk, ik krijg een prachtig gaar vlees. En daar gaan we plakken van snijden. En dit vlees, ook de restjes, het is ook prachtig nasi vlees of bami vlees. Het heeft een heerlijke smaak, de Chinees gebruikt het ook. Dan gaan we plakken snijden van ongeveer, ja, pak een beetje 1,5 centimeter. En als je schoudercarbonade zou gebruiken, zijn die plakken te dun. Waardoor je niet het goede resultaat bereikt. Kijk, dan heb je een mooie, dikke, gare plak. En die is mooi zacht en dan willen we daar straks nog een krokant laagje op aanbrengen. En dat doen we door te frituren. Ik leg ze even zo neer, kunnen ze nog een beetje afkoelen. Yes. Dat ziet er mooi uit. Nou, het frituren gaan we gewoon doen in een pan. Hapjespan. Met een laagje olie. Zou eventueel ook in de frituurpan kunnen, maar dat is ook weer zo'n gedoe. Dit is prima. Laat de olie even goed heet worden. Het ongeveer 180 graden zijn. Dat gaan we niet voelen, maar een beetje op het gevoel inderdaad. Dat wel. Wacht even af. De olie is nu lekker heet. Dan ga ik er kijken hoeveel plakken. Ik denk dat er 3 plakken in passen. Laat het er voorzichtig in glijden. Dan ga ik die even aan 2 kanten knapperig bruin frituren. Dat duurt ongeveer 3 minuutjes. Dan is hij van binnen warm en zacht en gaar. En van buiten lekker knapperig, precies zoals we het gewend zijn van de afval Chinees. Nou, dat moet ik ook natuurlijk even omdraaien. De andere kant moet ook knapperig worden. Even voorzichtiger, dat je niet gaat spetten. Kijk eens, hij wordt wel mooi bruin. En hier ook nog een paar minuutjes. Zo. Zo, ze zijn nu mooi knapper bruin gebakken van 2 kanten. Een beetje uitlekken. Volgende stukjes erin. Ik ga dat nog even afwachten. En terwijl de laatste stukjes vlees ook nog even aan het bakken zijn, ga ik ook de saus vast opwarmen. Want we moeten natuurlijk allemaal in 1 keer warm opdienen. Kijk, hij is wat dikker geworden door het afkoelen. Het is wel prettig als de saus en het vlees tegelijkertijd klaar zijn. Nou, de saus is warm. Het vlees is klaar. Dan kan het vlees uit. Prachtig. Die kan ook uit. En de volgende stap. We gaan het vlees snijden. Nou, we gaan nu het vlees snijden. We snijden ze in dunne reepjes. Kijk eens, je ziet het, hè. Je hoort het al. Knapperig van buiten. En kijk eens, zacht en mals van binnen. Dunne reepjes.
En hou het plakje nog even bij elkaar. Ik snij in eerste instantie even 3 stukjes vlees. Straks zul je wel zien waarom. Zo. En nu gaat de bel. En natuurlijk, als je Babi Pangang à la de Chinees, afhaal Chinees maakt, moet je hem ook zo opdienen natuurlijk. Dus ik heb hier het bakje. En je weet, onder in het bakje zit altijd atjar. Dus ik heb gewoon een potje, gewoon simpel, uit de supermarkt gehaald. Even goed uitlekken, want het vocht hoeven we niet. En dan gaat even een bodempje atjar onderin. Zoals bij de Chinees. En dan, tadaa, pakken we zo de hele plak met vleesjes. Eenmaal. Tweemaal. Driemaal. Kijk eens. En nu gaan we dat hele bakje lekker opvullen met onze zelfgemaakte, warme, kruidige, zoete Babi Pangang saus. Hup, schep hem maar. Lepel hem maar. Zoals het hoort hè, bij de Chinees. Een goede, volle bak. Nou, mensen, dit is toch net echt. Dan een deksel erop. En zo krijg je bij de Chinees. Alsjeblieft mevrouw, samba bij. Zo, dat wordt smullen. Kijk eens. Babi Pangang. Tada! Vond u dit nou een leuk recept? Like dan deze video en abonneer je op ons kanaal, zodat je op de hoogte blijft van alle nieuwe leuke recepten die we gaan posten. Eet smakelijk. Selamat makan.